En we gaan beginnen met de visio waar ik zo heen ga. En ik ga even met de auto heen en weer. Dan is dat allemaal mooi klaar. Nou, het enige wat nog op mijn lijstje staat zijn nu de hamsters. En de koffer inpakken. Inmiddels heb ik met Rafi gelopen. Om het lijst te vervangen. Goedemorgen deze morgen. Ja, je ziet het goed. Het bed is al verschoond. Ik ga zo meteen de wasman die daar staat naar boven brengen en in de wasmachine stoppen. Dan komt die wassen. Het belooft vandaag droog te blijven hier. Dus ik ben benieuwd of mijn was buiten kan drogen. We gaan het zien. Is zo meteen de hond lopen, ontbijten en dan naar de visio. Ik moet een heleboel dingen doen. Dus ik ga zo even een lijstje maken met wat ik allemaal moet doen. Vandaag geen filmdag, want dat gaat gewoon niet passen in de tijd. Ben je alvast begonnen met vermoorden weer? Wil je even naar buiten? Kom maar. Het is hier ontzettend plakkerig in huis. 23 graden ook. Dus ik ga even wat dingen aanzetten dat het een klein beetje kouder gaat worden. Eerst ga ik Rafi even uitlaten. Ik heb in elk geval de deur opengezet. En het blijft hier naar het schijn droog en het gaat waaien. Dus hopelijk waait het dan een beetje droog, zeg maar. Ik ga de hond eens even naar binnen roepen en aanlijnen. Kijken of meneer zin heeft om te gaan wandelen. Meestal. Ik ga jullie zomaar eens even in de tas stoppen. Want ik heb even een lijstje gemaakt voor mezelf. Wat ik moet doen vandaag. Nou, ik ga zo beginnen bij de visio. Dan moet ik naar de apotheek. Om mijn koffer inpakken. De was moet ik natuurlijk even ophangen. Ik wil even beneden dweilen. Ik wil gras maaien, maar die gaat van de lijst af, want het is hier te vochtig al. De hamsters moeten worden gedaan. Ik moet even naar de intratuin of de ranzijn om eten te halen voor Rafi. De auto moet even door de wasstraat en ik moet boodschappen doen. Want er blijft natuurlijk iemand thuis en die moet ook dingen doen. Maar ik ga eens beginnen met wat weghalen, want dat gaat het niet worden vandaag, heb ik al gezien. Het is nu al vochtig buiten. Dus er blijven maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dingen over. En we gaan beginnen met de visio waar ik zo heen ga. En ik ga even met de auto heen en weer, dan is dat allemaal mooi klaar. Dat scheelt weer. En dan ga ik vanaf de visio, denk ik, rijd ik gelijk door even naar de intratuin of de ranzijn. Even kijken welke het makkelijkst bereikbaar is op het moment, want ze zijn wat aan de weg aan het werken en zo. Dus daar moet ik even naar kijken. En dan naar de apotheek. Dan heb ik een aantal dingen gewoon achter elkaar gedaan. Dan komt dat helemaal voor de bak. Thank you.
Wij kunnen strepen. De visio kan eraf. De intratuin kan eraf. En autowassen kan er al af. Kijk nou, het gaat goed. De apotheek en de boodschap ga ik straks in één keer doen. De koffer doe ik later. De was ga ik nu doen. Dus die gaat in de droger en dan is die ook klaar. Dus die ga ik er nu afhalen. Dus nog maar 1, 2, 3, 4, 5 taakjes. Ha, het gaat lekker. Maar het is nu eerst even tijd voor een bakje koffie. Dus ik ga eens eventjes een mokje zoeken. Ik heb wat mokken van Valerie gekregen. Allemaal van Blond. Ik vind ze erg fijn voor koffie deze. En zij had hele leuke andere gekocht. Dus ik ben er heel blij mee. Dat is echt tof. Ik zag dat de groene bak ook geleegd is. Dus die kan ik straks weer ophalen. Ik zet jullie heel even neer. Ik ben goed gemangeld door de visio, maar we hebben de volgende afspraak pas over 3 weken. Want ik ben op vakantie en hij is op vakantie. En dan gaan we eens kijken of dat de laatste keer kan zijn. Zou fijn zijn. Even. Oh, 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 oh. 2 zoetjes in mijn koffie. Ga ik een bakje koffie maken. Nou, het enige wat nog op mijn lijstje staat zijn nu de hamsters. Koffer inpakken. En stond er nou nog meer op? Ah, kun je nagaan. Ik ben zoveel dingen aan het doen vandaag. Dweilen. Oh ja, dat was ook nog een dingetje dat ik even wilde doen. Ik heb deze van de muur afgehad voor het opnemen van de video. En dat wilde niet meer zo'n mooi plat op dit ding. En hier zit helemaal een bobbel in. Dat is op zich ook wel jammer. Maar goed, dat zei zo. Ik ga in elk geval eventjes nog op pad. Ik zie jullie straks weer. Jullie blijven even thuis. Ik ben er met een uurtje wel weer. Dan is het 1 uur. Zo, tijd om even een videootje te editen. Dat is altijd een goed plan. Dan kan ik vanavond er ook nog een aantal weer online zetten. Dan hoef ik me daar niet druk over te maken als ik naar mijn moeder ben. Dan hoef ik alleen maar wat te editen even toe. En dat kan. En dan... Ik kan daar gewoon dingen doen, zeg maar. Dat is het fijne. Dus ik ga eens eventjes dit schijfje editen. En eens even kijken wat er dan online gezet moet worden. Ik heb alweer een schaduwhond. Even kijken. Zaterdag. Vrijdag, zaterdag, zondag. Kan ik al online zetten. Nou, dat is mooi. Kijken of ik maandag en dinsdag daarbij kan voegen vandaag. Oké, nota aan mezelf. Je mag ook best iets minder filmen. 51 minuten had ik gisteren. Een deel daarvan kon ik echt gelijk weggooien. Want dat was gewoon per ongeluk de camera aan laten staan. Maar de rest heb ik teruggebracht naar, nou ik geloof 20 minuten of zo. 22 minuten. Oh, 22 minuten en 1 seconde. Goed. Ik ga maar eens eventjes de auto even wat leeg halen. Er staan nog wat afval zit erin. Dat is gewoon, weet je, wat je in je zijportier stopt als je... aan het rijden bent. Dus dat ga ik even opruimen. Even dat soort dingetjes doen. En dan is dat ook maar weer klaar. Is dat ook maar weer schoon. Eet vanavond gewoon iets. Ik weet nog niet wat. Ik denk broccoli. Met gekookte aardappelen. En een vleesje. Lekker makkelijk. Nu eerst maar even de auto. Heb ik dat gedaan. Zo. Koffer voor het grootste gedeelte ingepakt. En nu ga ik de hond uitlaten. Een iets groter stukje lopen vandaag. Ik krijg nu een video. Mag ik laten zien? Mag ik het laten zien wat je nu stuurt? Van baby Puk? Heb ik iets gestuurd? Nee, maar je bent aan het filmen immers. Oh, ja, tuurlijk. Maar moeten we even... Het is zo schattig nu. Kijk. Kijk nou. Met een puppy. Hey, pupje. Ze is bij de kapper geweest 2 weken terug. Ja, het is nu ook wel best wel weer gegroeid, maar ze is zo schattig. Ja, lief hè. Oh.
ben net een puppy. Ja. Ja. Dus ze blijft zo kort. Ja, leuk hoor. Met zijn pootjes. Je hebt je pootjes beter, hè? Ja. Inmiddels heb ik met Raafje gelopen. Om pleister vervangen. Ga ik zo even hier de laatste zooi opruimen. Morgen ben ik op tijd wakker hoor, maar... En ik ga niet super goed weg. Ik denk 9:30 of zo ongeveer, 9:45. Het is een uurtje rijden, dus het is niet super ver. En dan komt dat helemaal in orde. Ik heb er wel heel veel zin in om lekker even weg te gaan. Even in een ander huis dan je eigen huis. Ja, sowieso altijd al heel fijn. Alleen dat al. Oh ja, die plant moest ik nog water geven. Dat heb ik niet vergeten. Die was boven toen ik water gaf. En die was een beetje droog, zag ik. Die krijgt even een plonsje. Hij heeft een plonsje gehad. Even kijken. Nog mijn broek mee naar boven nemen. Een 3/4 broek. Die is ook wel lekker aan te hebben. Raap, naar boven. Goed zo. Goed bezig, weet je. Oké. En op. Ik heb nog even mijn laptop en zo fixen. Want daar moet ik natuurlijk ook editen. Want ik dan ook niet met de versie waarmee ik nu thuis edit. Dat gaat niet. Die zit dan op mijn vaste computer. En ik kan niet op mijn andere helaas. Maar. Zo. Laptop. Kan die hierin? Nee, die doe ik wel in het krat beneden. Ga ik nog even naar beneden brengen. Ga nog even verder met inpakken. Lekker even gedoucht. Vandaar mijn haar nog. Nu ga ik lekker op mijn bed in slapen. Het is mooi geweest. Alles is klaar voor morgen. Ik hoef nog een paar kleine dingetjes te doen. Ik heb niet meer de vloer gedweld. Dat doe ik morgenochtend, want ik denk dat is handiger. Als het nou wel gaat regenen, kan ik maar achteruit het huis uitdweilen, zeg maar. Ravi vindt het best heel spannend. Die hangt als een soort zwaan klevaan achter mij aan. Ik snap het, want ik ben natuurlijk spullen aan het inpakken. En ook van hem pak ik spulletjes in. Dus hij heeft echt op een gegeven moment iets van, wat gaat hier gebeuren? Maar morgen gaan we een dagje uit en daarna gaan we naar oma. Ja, morgen gaan we naar oma. En het begrip oma, dat herkent hij. Dat is wel heel leuk. Maar goed, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens jou in elk geval een hele fijne dag als je deze video's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker, heb mooie dromen. Morgen is er weer een spliksplinter nieuwe video. En dan wens ik jou nu een hele fijne dag. Morgen. Tadaa.